even naar boven gevlucht. Om jullie te vertellen hoe het met mij gaat. Oké, het is dag 3. En ik ben vandaag enorm chagrijnig. Niet te doen. Ik heb Jonathan al een paar keer uitgescholden. Nou, niet uitgescholden, maar gewoon dat ik gewoon... Ik sta in de fik. Wat erg, hè? Dat een verslaving... Wat het allemaal met je doet. Dus ook het ontkoppelen van een verslaving. Dat echt heel heftig is. Het is natuurlijk ook sowieso een hele rare periode. Want het is, wij zitten in een lockdown, wou ik zeggen. Hè, wij zijn in quarantaine. We hebben ervoor gekozen om dat te doen. Dus ik ben natuurlijk nu ook altijd met... mijn kinderen en mezelf. Dat is wel pittig. Ik kan mijn was zo nog even gaan strijken. Ik zit maar de hele tijd te denken over wat ik moet doen. Maar nou, mijn hoofd werkt gewoon niet meer. En ik voel me heel slecht. Maar ja, ik ga wel door. Tot nu toe heb ik nog steeds niet gerookt. Omdat ik ook weer allemaal dingen hoor... of lees van mensen die het coronavirus krijgen. En ja, dat kan toch heel heftig zijn. En ik ben toch een risicogroep. Maar ik zie ook wel in dat het erg moeilijk is dat ik dit zo heb gedaan. Cold turkey en dan alleen zonder begeleiding gestopt. Maar ja, misschien doe ik het ook niet. Kan ik het ook niet, omdat deze situatie zo... in ons leven sloeg, zeg maar, als een bom. En dat ik daardoor ineens dacht van... Hé, hier ben ik eigenlijk al een tijdje mee bezig met het stoppen met roken. Dan moet ik het nu doen. In plaats van... ga stiekem een sigaretje roken. Ik wou er ook vanaf. Ik wou er eigenlijk... Ik vind het vies, ik vind het stinken. Ik vind het geen goed voorbeeld voor mijn kind. Maar ja, ik ben gewoon verslaafd. En daar vecht ik vandaag mee. En ik vind het niet oké. Ik vind het ook zo gênant dat je er zo'n enorm kort lontje... Dit is nog een erg kort lontje dan van de overgang. Ik bind het de kat op het spek, want ik ben nu en in de overgang... en aan het stoppen met roken. En ik ben gestopt, dus ik zit in de ontwenning. Oh, ik hoop dat mijn man en mijn kinderen mij na deze ontwenningsverschijnselen dat ze nog van mij houden. Ja, je hoofd werkt ook gewoon niet. En dat is best natuurlijk ook een ingewikkelde samenkomst van omstandigheden. Want ik moet natuurlijk voor mijn zoontje... Oh, leuk maar zo. Het schoolwerk organiseren... Ik ben niet meer thuis, ik ben ingetrokken bij mijn partner. Dus ik moest allemaal kleding. En je blijft maar heen en weer gaan. Pittig hoor. Nou, dit is even mijn daily update. Ik weet niet of ik het daily ga doen, maar in ieder geval mijn update. Doei!